jij als topman van de Tallersneuron. Wat gaan wij hier doen vandaag? Nou, vandaag gaan we voor de 25e keer het Rombombom Festival organiseren. Wij doen altijd de opening en dan wordt het één grote gezellige boel, hoop ik. En wat is het Rombombom Festival? Voor de mensen die het nog niet weten. Ik denk dat 90% van de Zollenaar wel weet wat Rombombom is, maar net die 10% die met me nog wel inpakken. Nou, wij treden het hele jaar eigenlijk op door het hele land heen en wij vinden het altijd leuk om iets bijzonders te doen. En zo is dat eigenlijk ook een beetje ontstaan, zeg maar. Overal moet je geld voor betalen en wij hebben 25 jaar geleden gekeken van, goh, waar is behoefte aan? En toen kwamen wij op een festival voor verstandelijk gehandicapten zonder intrede. Ja, want daar wou ik eigenlijk ook even naartoe. Dat doen jullie allemaal, maar... De Tallersneuron, wat is dat eigenlijk? Wat zijn dat eigenlijk? Nou, de Tallersneuron, de naam zegt het al, snurren. Vroeger waren het een stel muzikanten, kameraden met baarden en snorren. En die hadden al affiniteit met verstandelijk gehandicapten. En die besloten om samen met verstandelijk gehandicapten muziek te maken. Kijk, dat wou ik graag horen. Ja, dat weet ik wel, want ja. daar giet het eigenlijk bij mij om de mensen met een verstandelijk handicap, ja. Met een verstandelijke beperking. Ja. Dat is natuurlijk het mooiste. Die mensen die hebben daar heel veel vreugde aan. Jullie zorgen daarvoor. Ja, zeker. Met niet verstandelijke mensen. Nou, die grens is soms heel moeilijk. Nee, maar het is gewoon altijd... Eigenlijk is de dinsdagavond al één groot feest. Want ja. Ik denk niet dat er kapellen zijn die met 30 man publiek spelen. Elke dinsdagavond weer. Nee, dat is mooi, hè? Ja, dat is echt fantastisch. En de mensen, jullie zeggen al van je treedt het hele jaar op door het hele land. Ja. En waar moet ik dan aan denken? Van Limburg tot Groningen en van Den Helder tot Maastricht? Nou, in feite wel. Ja. Wij lenen de bus van de Rova vaak. Vroeger hadden wij onze eigen touringcarbus, maar ja. Dat is gewoon eigenlijk niet meer te betalen. We hebben ongeveer een actieradius van 150 kilometer, want die bus kan 300 kilometer rijden. Oh ja, tuurlijk, want dat is, ja. Dat is een zuinige bus, hè? Ja. Maar waar genereren jullie het geld uit? Ik weet dat vroeger hadden wij een hele grote sponsor, jullie hadden een hele grote sponsor. En dat gezin dat stond eigenlijk overal voor garant. Dat was gewoon gigantisch, dat is de familie Hekker, dat mogen we best wel zeggen. Ja. Die hebben jaren gedaan. Hoe doen jullie het nu? Want ik neem aan dat meneer Hekker zich terug heeft getrokken. Meneer Hekker, die danken wij natuurlijk voor al die jaren dat hij gesponsord heeft. Wij zijn gelukkig met een nieuwe sponsor. En dat is de Salvada bouwgroep. Ah, dat is ook mooi. Die hebben ook die hardloop. Ja, zeker. En daar spelen jullie dan ook? Volgende week dinsdag zijn wij ook van de partij. Ja, zeker. Ja. Ah, leuk is dat. En daarnaast is de Vrion, waar wij eigenlijk als stichting gebruik van maken van het gebouw, zeg maar, ook een behoorlijke sponsor. Ja. Ja. Even heel in het kort, hoe ziet de dag vandaag eruit? Want je kunt nu zo heel lang zitten, want je hebt verschrikkelijke last van je rug. Dus we gaan even een beetje door de dag heen. De zaal gaat open om 10:30, dan stromen onze bezoekers binnen en om 11:00 gaat het programma van start. Standaard altijd met een blok muziek van de Tallersneuron. En daarna komt Patrick van Eyck. We hebben een grote big band dit jaar, Cool 24. Als het goed is wordt het publiek ook vermaakt via workshops met La Danza. Zo gaan wij langzaam richting de finale, zeg maar. En de finale wordt vanmiddag Ancora. Met Erm. Met Erm. Met onze Erm. Die is er ook al, ik weet niet of die de 24 jaar bij is, maar die is al heel lang bij. Dat weet ik ook niet precies, maar al heel lang. Ja, ja al heel lang. Ja. Nou, hartstikke mooi. We zullen kijken of je er wat moois van kunt maken. Je bent met een grote groep, wel 3 man. Zeker. Ja. Twee camera's, fotograaf, dus we gaan er wat moois van maken, maar wat natuurlijk niet onbelangrijk is, wat ik ook alleen wil vermelden, wij gaan het hele jaar gaan bij jullie een klein beetje volgen. Ja. Dat we een mooi stukje film krijgen en dan aan het einde van het jaar dan zullen we zien wat het wordt. Nou, ik ben wel benieuwd, want ik heb met Gert natuurlijk een hele kleine voorbespreking gehad en die had het ludieke idee om jullie muziek te leren spelen.
Dus ik ben benieuwd, zeg maar, dat of dat van de grond afkomt. Dat heb ik vorig jaar al eens een keer geopperd. En toen hoorde ik al van, ik moest met een tuba. En die batsen, die moest met zo'n hoorn, met zo'n uitgang naar boven. Ja. Want die kon dat zo goed. Ja, ja, ja. Dus dan, ik ben benieuwd wanneer dat gestalte gaat vinden. En wanneer die uren dat wel om bij jullie te komen. Ik heb instrumenten zat. En het lijkt mij een leuke uitdaging. Nou ja, bij deze mij dan hoor. Dus dat staat. Gert is niet te lachen, maar die blijft zelf ook hoor. Jazeker. Dus, Eddie, een hele fijne dag gewenst. Ja, jullie ook. We gaan kijken hoe we het allemaal invullen. Geniet ervan. Ja, gaan we doen. Nou, zeker. Dankjewel. Dankjewel. Dat is kans mooi. De bühne is redelijk gevuld, de zaal is goed gevuld. Ik zag dat mensen buiten staan. Even voor het weten voor de volgende keer. Hè. Dit is het 25e Rombonbon Festival. Ja! En top, toch? Ik zou zeggen, doe het doek maar open, want dan kunnen de touwers toch naar voren komen om voor jullie te gaan spelen. Zo, het lijkt erop dat we zo'n beetje gereed staan. Wacht even hoor, Teun die moet nog even iets installeren. Hoe is het, Teun? Ben je er klaar voor? Hey, rommelbommers! Vandaag voor jullie de kop eraf door de